Vooralsnog is het de outsider, Echo Oldenzon, maar wel de gouden zweepwinnaar. Tegen een drievoudige gouden zweepwinnaar Durk en Boko op plek 2. Daarachter komt dan Fakir Oldenzon naar de derde plaats en Elliot Charisma. Ja, hij kan het toch nog niet helemaal bolwerken in dit geweld, wat geen schande is. Aan de buitenzijde komt nu Felicio de Jomax. Dat zou wat zijn. Tom Kooijman met het kruid kurkdroog heeft het eerste hoofdnummer al op zijn naam geschreven. En Felicio de Jomax, die wappert er zomaar overheen aan de buitenkant. Felicio de Jomax, die vliegt er voorbij. Durk en Boko en Echo Oldenzon, die zijn echter nog in een geweldige strijd verwikkeld. Deze drie paarden met voorsprong op die andere Oldenzon. En dat is Fakir Oldenzon, maar Tommy heeft inmiddels de leiding overgenomen. En niet zomaar, hij heeft een gaatje geslagen. Galoppade voor Echo Oldenzon. Durk nu op plek 2. In de achtervolging op Tommy. Maar het is Tommy's dag. Het is een geweldenaar. Hij heeft hier Felicio de Jomax voor het veld uit. Naar de grootste overwinning. Daar komt hij aan. Daar is hij weer. Kooijman, hij doet het. Wat een winnaar. Felicio de Jomax naar plek 2. Geweldig hoor. Fakir Oldenzon. Derde is dan Durk en Boko. Vier. Plek 4 voor Bogaiar. We gaan over, dames en heren, tot de huldiging van de VHC Jongens BV, steerskampioen van Nederland. En dat is niemand minder dan Felicio de Jomax en Tom Kooijman. 5 jaar deze vosruin, Rodrigo Jet uit Jalisa, Frans gevokt in bezit van Stal PD. Bas Krebas, de trainer, en geweldig gereden door Tom Kooijman. Hij gaf hem de perfecte trip uit de wind. En uiteindelijk was er niemand bestand tegen zijn laatste ronde. En dat is een beetje een verrassende winnaar. Maar dat maakt de sport natuurlijk wel mooi. Het zou niet leuk zijn als de favoriet het altijd maar doen. Durk en Boko die kan met opgeheven hoofd natuurlijk hier de drafbaan straks verlaten. Moest alles zelf doen, maar uiteindelijk op speed geklopt door een paard dat zich aan heeft gekondigd nu voor die 4,5 kilometer. Het absolute hoogtepunt hier op de Alkmaar Z-Turf Arena. En een mooi applausje vanaf de zijkant voor Tom Kooijman. Hij heeft zijn helm alvast aan Thomas Huber gegeven, die ook weer even in Nederland is. En we stoppen er hierbij. Dan de eerste reactie maar even van de winnende piqueur, Tom. Wat een prachtige koers moet dit geweest zijn. Ja, hij was genieten, Rolf, of Regier. Hij had precies gedaan wat hij moest doen. Ja, dat kan ik wel hem overladen, want hij is het ook gewend. Dus het is een heerlijk paard. Hij komt een zware competitie vandaan. Een koers in Frankrijk gelopen, heel goed gelopen met leerlingen 14 en 15. Ja, en Durk kregen we niet mooi, dus dat was voor mij een voordeel. Ik denk, hier moet het maar gebeuren. Nou, het gebeurde ook. Ja, top. En dan en op een manier waarvan je denkt, het is straks nog een kilometer verder, de hoofdkoers hier. Maar ik denk dat je hem graag rijdt. Ja, ik hoor het wel van Bas. Ik weet niet wat Bas wil. Ik hoor het altijd op het laatste moment. Ook het mooiste, joh. Ik zie het wel, Rogier. Had je hem, hem vast wel eens gewonnen, denk ik, deze koers? Nee, TSK van Nederland. Nooit, want hij altijd in Duindigt, hè? Oh ja, het was natuurlijk 4,5 kilometer. Die won je met Estamedo zeker? Estamedo en Kito Beno, hè? Waarschijnlijk met deze ook. En in de toekomst met deze. Roelof Kromkamp, de man van IJzeren Hein. Hij is hier vandaag onze eregast en heeft een prachtige krans bij zich. Roelof, bedankt dat je er bent. Je twijfelt nog geen moment als ze jou voor dit soort plechtigheden vragen. Nee, dat zijn leuke avontuurtjes. Hè? Word je goed ontvangen? Dag je uit, ja, leuk. Super. En het ziet er hier ook geweldig uit, moet ik wel even zeggen, want ik ben er een paar jaar niet geweest. Nee. En dat is mooi, een mooi compliment van Roelof Kromkamp. Kom Roelof, we gaan met de krans richting de geweldige winnaar Felicio de Jomax. En als die krans er overheen gaat, dan we gaan het in ieder geval proberen. Dan is het moment daar om in te zetten het Nederlandse volkslied, het Wilhelmus. Want we hebben andermaal een kampioen van Nederland en dat is Felicio de Jomax. VHC Jongens BV, steerskampioen van Nederland. Tom Kooijman en de geweldige Felicio de Jomax. Ik hoorde Roelof Kromkamp nog even vragen aan Peter Delis. Wat kost zo'n paardje? Peter had hem geclaimd voor €20.000, Peter. Daar heb je geen spijt van? Nee, daar heb ik zeker geen spijt van. Nee, je had al 2 mooie finales in Wolfra gewonnen. Nu deze. Ja. Ik heb nog nooit het Wilhelmus voor me gespeeld gekregen. Wel eens een keer het Friese volkslied. Maar dat is vlot opgelost. Weer wat van je bucketlist af, Peter. Gefeliciteerd. En u kunt in de handen, dames en heren, voor een waanzinnige winnaar. U heeft al 2 keer voor hem op de banken gestaan. Dit wordt misschien wel keer 3. Tom Kooijman, wat gunnen we het hem allemaal? Met Felicio de Jomax. Right.
Mooi om te zien hoe u denkt aan de anderhalve meter en dat u toch in grote getalen naar Alkmaar bent gekomen. Vlag omhoog en de vlag naar beneden. Dat betekent dat het WHC Jongens BV Steerskampioenschap van Nederland van start is gegaan met nog 5 volledige rondes te gaan. En de leiding wordt genomen door Gabor Reis. Op de tweede plaats hebben we dan die Elliot Charisma. Maar kijk naar Frans van der Blonk. Hij heeft zijn Durk en Boko geweldig van start gekregen en heeft die starthandicap al lang en breed goed gemaakt en komt aan de buitenzijde naar voren. Maar vooraan blijven ze toch wel aardig gas geven. En dat is natuurlijk niet in het voordeel van deze geweldenaar en drievoudig gouden zweepwinnaar. Alle paarden hebben een perfecte start gekend en we hebben een langgerekte formatie als we afkoers op de verre linkerbocht en dat is de Boko-bocht. Met Gabor Reis aan kop van het veld. En Mark de Jong die krijgt even de gelegenheid om zijn Elliot Charisma rustig te krijgen. En even te steren op die rug van John Dekker. Maar nu moet er reactie komen. En dat weet Mark de Jong ook. Want Frans van der Blonk is in aantocht aan de buitenzijde. Met zijn opkomende favoriet Durk en Boko. Mark de Jong, hij zal vanaf hier het tempo dus hoog gaan houden. Met nog 4 volledige rondes te gaan. En hij rijdt met Elliot Charisma. Op de tweede plaats dan Gabor Reis. Dan is het aan de binnenzijde Bogajaar. Aan de buitenzijde echt geen makkelijke koers hoor voor Durk en Boko. Daarachter krijgt hem natuurlijk wel heel mooi Danny Brouwer achter Echo Oldersson. Achter Echo Oldersson, oei, daar echt een moeilijk momentje voor Frans. Die wordt binnendoor nu gepasseerd met Durk en Boko door Echo Oldersson. En Danny die bedenkt zich geen moment, rijdt dan maar ook in één keer door naar voren. En daar komt hij zo dadelijk bij Mark de Jong die aan heeft gegeven dat hij dat toch liever niet heeft. Hij heeft de leiding met Elliot Charisma aan de buitenzijde. Komt daar dan de aanval van Echo Oldersson en die komt er nu naast erop en erover. Natuurlijk wel een paard dat Mark de laatste keer op Emmeloord reed. Achter deze paarden staan de buitenzijde Durk en Boko. Aan de binnenzijde nummer 1 Gabor Reis. Achter deze paarden nummer 3 van Bogajaar. Mooie koers is er voor Fakir Oldersson. Het geldt ook voor Felicia de Jo-Max. Als ze weer in de rechte lijn voor de tribune komen. Met nog altijd 3 volledige rondes te gaan. Viking Dorion ligt daar dan vlak achter. En aansluiting is er voor Kronos. En zo hebben we alle paarden een keer genoemd. Kunt u aan de hand van de volgorde lokaliseren. Waar het door u gespeelde paard zich bevindt. En zo gaan we door de Green Art bocht. Op weg naar de overzijde van de baan. Met een nieuwe koploper. De regerend gouden zweepwinnaar. Echo Oldersson uit de training van Claudien van Dam. En Shaki Mollema. Ik had een keer in een verhaal geschreven dat Shaki en Claudien voor de hobby wat paardjes trainden. Dat is niet waar. Shaki is serieus weer begonnen voor zichzelf. En het is een vakmannetje. Wellicht kunt u hem eens een keer opzoeken als u wat wilt. Het is aan de kop van het veld. Echo Oldersson heeft inmiddels 2,5 lengte voor. Op de tweede plaats Elliot Charisma. Wat een rotkoers krijgt Durk en Boko. Als hij dit gaat winnen, ja, dat zou een geweldige sensatie zijn. Daarachter dan aan de binnenzijde Gabor Reis. En achter Gabor Reis hebben dan alle paarden in aansluitende vorm met nog 2 rondes te gaan. En niemand die zich geroepen voelt om de knuppel in het hoenderhok te gooien. En dat past natuurlijk perfect in het straatje van Danny Brouwer. De jonge sterpikeur. Hij heeft een lengte of 2 voorsprong genomen op Elliot Charisma. Aan de buitenzijde Durk en Boko moet alles alleen doen met de neus in de wind. En ja, dat is precies eigenlijk waar een beetje voor gewaarschuwd werd. Maar het is één geluk. Het is wel Durk en Boko. Een geweldenaar. En die komt aan de buitenzijde nu nader en nader. Als het spel echt op de wagen gaat halverwege de rechte lijn aan de overkant van de baan. En de Boko-bocht alweer in zicht begint te komen, maar hij stampt lekker door aan kop van het veld. Echo Oldersson. Durk en Boko aan de buitenkant en daarachter is dan aan de binnenzijde Elliot Charisma. Die moet Durk er nu tussen laten. En ligt nog altijd op de derde plaats. Daar komt aan de buitenkant Fakir Oldersson en kijk ook naar Felicio de Jo-Max. Franse paarden die het nu pas echt lekker beginnen te vinden. En dat geldt ook voor Viking Dorion. En we weten allemaal hoe die hier die 2700 meter koers won met Ruud Pols. Eens kijken of die misschien zo dadelijk dan echt voor een sensatie kan gaan zorgen. Vooralsnog is het de outsider Echo Oldersson, maar wel de gouden zweepwinnaar. Tegen een drievoudige gouden zweepwinnaar Durk en Boko op plek 2. Daarachter komt dan Fakir Oldersson naar de derde plaats. En Elliot Charisma, ja, hij kan het toch nog niet helemaal bolwerken in dit geweld. Wat geen schande is. Aan de buitenzijde komt nu Felicio de Jo-Max. Dat zou wat zijn. Tom Kooijman met het kruid kurkdroog. Heeft het eerste hoofdnummer al op zijn naam geschreven. En Felicio de Jo-Max, die wappert er zomaar overheen aan de buitenkant. Felicio de Jo-Max, die vliegt er voorbij. Durk en Boko en Echo Oldersson, die zijn echter nog in een geweldige strijd verwikkeld. Deze 3 paarden met voorsprong op die andere Oldersson. En dat is Fakir Oldersson, maar Tommy heeft inmiddels de leiding overgenomen. En niet zomaar, hij heeft een gaatje geslagen. Galoppade voor Echo Oldersson, Durk nu op plek 2. In de achtervolging op Tommy, maar het is Tommy's dag. Het is een geweldenaar. Hij heeft hier Felicio de Jo-Max voor het veld uit naar de grootste overwinning. Daar komt hij aan, daar is hij weer. Kooijman, hij doet het. Wat een winnaar. Felicio de Jo-Max naar plek 2. Geweldig hoor, Fakir Oldersson. Derde is dan Durk en Boko, plek 4 voor Bogajaar.